Greg, ik wil jou ja. iets vragen, want um, hoe is dit idee nou ontstaan? Uh, nou, dat is eigenlijk best een leuk verhaal. We zijn ongeveer uh, zo'n vijf jaar geleden, hebben we elkaar eigenlijk gewoon opgebeld met de vraag van, hé, uh, hey, zullen we eens gaan kijken naar hoe we moeten beleggen? En uh, ja, toen zijn we bij elkaar gekomen. Ongeveer een groep van zes man was dat de, destijds ongeveer. Mm -hmm. En uh, gingen we gewoon kijken naar allerlei strategieën die we konden toepassen. Dus we hebben allerlei dingen geprobeerd. Waaronder ook cryptocurrency um, penny stocks. Dat zijn dus eigenlijk uh, aandelen die onder een euro of een dollar verkocht worden. Ja. In de hoop dat die naar duizend euro gingen. Ja, dat is wel een heel groot verschil. Ja, natuurlijk. Uh, het was een leuk dus idee. Ga je dan allemaal... naar kijken, ja. Dus gingen wij daar naar kijken. Uh, we hebben geprobeerd de grafieken te lezen. En proberen de patronen te herkennen, et cetera. Mm -hmm. En eigenlijk is het allemaal keihard mislukt. Oh. Ja, en toen zijn we eigenlijk gaan kijken en hebben we research gedaan naar um, wat dan doen nou de echt succesvolle mensen en de rijke lui. Wat doen die nou eigenlijk? En het grappige is dat zij vrijwel allemaal hetzelfde zeggen. En dat is beleg passief in een goedkoop breed gespreid indexfonds en mm -hmm. doe helemaal niks meer. Oh, dus gewoon hupsakee, een van de mixfonds en dan. Ja, als het ware zeggen ze gewoon gooi je geld gewoon tegen een wereldindex aan ja. en doe helemaal niks ja, en dan maar. zul je betere rendementen maar halen dan het overgrote deel van de beleggers. Um, ja, dus daar zijn vandaar vanuit die um, filosofie zijn wij zelf gaan kijken naar hoe kunnen wij dit toepassen in de Nederlandse markt. Uh, we zijn er dus zelf mee begonnen mm -hmm. en toen kwamen wij er ook achter dat wij Betere rendementen haalden dan de meeste mensen waar we mee praten. En um, wat voor rendementen praten we dan over? Uh, ongeveer, denk ik, tussen de 7 en de 9 procent per jaar. Zo. Dat is een dat dus wel, er komt nog wel, gaan nog wel kosten, et cetera, vanaf. Natuurlijk. Ja. En, uh, maar uh, ja, dus dat was, uh, ja, dat vonden wij leuk om naar te kijken. Dat begrijp <laughs> ik, ja. <laughs> natuurlijk. En uh, ja, dus wij haalden dus betere rendementen dan de meeste mensen. En mm -hmm. toen vroegen wij ons gewoon af van. Waarom doet niemand in Nederland dit? Hoe kan het nou zo zijn dat in Amerika 30% van de mensen geïnvesteerd zitten in indexfondsen, maar in Nederland minder dan een half procent? Hoe kan dat nou? En op het moment dat je dan zelf wilt gaan indexbeleggen, en je moet op een gegeven moment de bank opbellen om te vragen of zij bepaalde indexfondsen. In een assortiment kunnen opnemen, omdat eigenlijk vrijwel gewoon geen mogelijkheid bijna is voor een Nederlander om zo in die index te volgen. Ja, toen voelden wij ons eigenlijk geroepen: van uh, ja, dit is de reden dat wij ons geroepen voelden om ja, de Nederlanders kennis te laten maken met dit concept. Dus je hebt zelf zeg maar een weg gevonden om de alle verschillende fondsen te ja. kunnen benaderen en daarin te beleggen. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. En uh, was dat ingewikkeld? Het was een heel lang proces. Ja. Um, de strategie zelf is simpel, maar niet eenvoudig. Mm -hmm. uh, simpel in het idee van, uh, het is simpel toe te passen, maar het is niet eenvoudig, omdat het best wel veel zelfdiscipline kost. Uh, ja, dat begrijp ik. Ja, en je moet veel geduld hebben. We gaan uh, zo meteen iets meer over horen.